Boels en Beers, welkom bij weer een nieuwe video. In deze video gaan we weer een paar aanvragen doen van een Bob, een Joe en een GH. Een GH, wat voor naam zal dat dan zijn? Voor als je nieuw bent, ik upload iets van 5 video's per week, alles over crypto. En dan geef ik meer mijn kijk op. Ik trade en investeer al 9 jaar in de crypto. En daarbij wil ik al het goede gaan delen wat ik al in al die jaren heb geleerd. Ik heb ook heel veel shit meegemaakt, maar daar hoef jij niet meer naartoe te gaan, want ik probeer het een beetje voor jullie uit te filteren. Voor de nieuwe abonnees ook hartstikke bedankt voor het abonneren. En degene die mijn content deelt, dat delen ook hartstikke bedankt. Ik kan jullie niet vaak genoeg bedanken. En blijf er ook vooral mee doorgaan. Vergeet deze video ook zeker niet een like te geven en als je het een leuke video vindt of een leuk kanaal, abonneer dan eventjes op het kanaal alsjeblieft. Dankjewel. En we duiken er gelijk in. We gaan naar de eerste aanvraag, dat is Pont. Pont is vrij nieuw, dus kunnen we ook best kort over zijn. Ja, het liefst zit je gewoon hier beneden heel simpel te kopen. En je bent nu vlakbij de bodem. Tenminste, bij deze bodem. Of het een bodem is, dan weet je nooit. Het kan altijd veel dieper gaan. Ik bedoel, het eindigt pas hier een nul. Maar je zit vrijwel weer dicht bij die bodem. Ik denk als ik hier die Fibonacci retracement tool erop doe, dat je door die 0.83 gaat. Dus dat gaan we ook niet doen. Door deze gekke move eigenlijk. Maar hier heb je eigenlijk iets wat niet heel vaak voorkomt. Want je maakt eigenlijk een move omhoog. Je blijft daarin hangen. Je test de hele tijd om hier naar boven te gaan. En toch faal je. Dus dat kan gewoon betekenen dat we ook echt wat lager gaan. Maar mocht dat niet gebeuren, dan heb je hier weer echt wel een mooie plek waar je zelf achter kan schuilen. Alsnog wil je hier achter schuilen. Ik weet niet hoeveel percentage het is. Maar stel dat ik hierin wil springen. En het is geen financieel advies. Dit moet je zelf leren. En ik probeer de video's ook te maken zodat je dit zelf kan leren. Maar stel dat ik er nu inspring, dan moet ik eigenlijk een stop loss van meer dan 29% hebben om onder dit gedeelte te komen. Ik kan hem ook heel strak zetten aan de onderkant van dit. Maar ja, wil ik hem dan zo strak zetten? Nee, ik doe hem dan liever iets ruimer om die higher low te creëren en dan die hogere move te maken. Maar ja, het geeft wel wat tekenen dat we hier omhoog gaan. Het faalt wel in één keer. Wat het ook kan gebeuren is dat je niet deze retracement tool, ik probeer hem heel even te pakken, dat je dus niet deze retracement tool vanuit hier, maar vanuit hier gaat pakken. Omdat we nu misschien niet meer terugkomen, helemaal niet meer op dit stuk. En dat we nu dit stuk gaan doen. En je ziet ook hoe mooi die 0.236 op die square op hier landt. En dan heb je ook weer die 0.382. Die valt weer mooi bij deze piekjes. Je ziet hier steeds die wicks, het wordt steeds verkocht. Een soort van resistance. Je probeert er wel doorheen te komen, maar het faalt elke keer. En eigenlijk zijn het tekenen dat we dus hoger kunnen gaan. Dus mocht je hier een positie hebben en dit mocht de bodem zijn, we gaan niet verder dan beneden, dan is dit een mooie bodem. Maar goed, je weet hoe de markt nu in elkaar zit. En daarvoor probeer ik elke video, behalve in deze video, Bitcoin even naar voren te halen. Maar dit heb ik in de video van vanochtend gedaan. Dus kijk die video ook terug als je dat wil zien. In de beschrijving van de video kun je dat vinden. Maar ook wat handige linkjes voor als je niet weet wat een square betekent, staat daar in de beschrijving van de video. Dus vergeet het niet te kijken. Dus voor nu, ja, het heeft best wel wat risico nog steeds die 30% naar beneden. Maar je hebt hier wel een mooie plek waar je zelf achter kan schuilen onder dit gedeelte, die 10%. En dan kun je misschien deze targets gaan pakken. En deze ruimte is een, en ik pak hem net niet. Eerste target heb je het over een 37%, bijna 40%. Dat zou wel mooi zijn. Tweede target op een 70%. Hier, dit vind ik niet echt een belangrijke target, die 0.5. Maar je ziet hier, er wordt 2 keer goed op verkocht. En je moet heel snel zijn, zoals je kan zien. Ik zit op een daily. Maar als het goed is, ook weer in een uur gefixt, zie je er waarschijnlijk dat die moves heel snel gaan. Die 0.68 zit op ongeveer de 13,5 en de 14 cent. En dat is een ruimte dus van 117%. Mochten we hier wel support vinden en dus niet lager gaan. En we hebben net die targets gewoon gedaan en we houden nog plukjes erover. Dan hebben we hier nog een pusher winner die ons hier naartoe brengt. De 21 of een beetje boven die 20 cent. 30 dollar cent zitten we nu. En dan heb je nog meer een pusher winnen als we hier uitkomen. En mochten we hier ooit uitkomen, dan heb je in ieder geval een paar posities hier helemaal vanaf de grond. En heb je gaandeweg al wat winst gepakt wat je weer kan herinvesteren. Of gewoon even in fiat, omdat je misschien wat minder, of tenminste dat er heel veel onrust in de markt is. Dat zijn dingen die je zelf moet bepalen.
Ik ben even vergeten de tijd in de gaten te houden, maar volgens mij is deze wel duidelijk. Dus laten we ook doorgaan naar de volgende van GH. Dat is een Reef. Mooie tekening van PPT. Even kijken, Reef. Ik zit op mijn daily. Even automatisch. Ook in deze heb je vrij weinig informatie. Je bent ergens onder gekomen. En het is zo rood met die Wix. Dan kan je gewoon nooit echt goed zien wat er gebeurt. En je ziet ook hier één. Ik weet niet wat ik hier wilde doen, maar... Maar je ziet dat je hier bent gesprongen. En je bent nu één keer, twee keer, derde keer land je op die 0.382. En die tweede keer pierce je het vol. Dus dat zijn eigenlijk tekenen dat we weer laag kunnen gaan. Je hebt hier ook een square up. Dus het zijn allemaal tekenen dat we laag gaan tegenover de Bitcoin. Maar laten we het even kort houden. Je bent nu wel aan het werk om door die moving averages heen te komen op de daily. En je hebt deze ruimte weer naar boven om te groeien. Want je ziet dat je dan weer met deze resistance lijn te maken krijgt. En deze zie je niet heel erg goed. Ik zal hem even wit maken. Hier heb je die 0.68. En je ziet ook dat je echt nog wel een mooie square hebt hierboven om te vullen. Laten we even snel naar die dollar gaan. Even de dollar. Kijk, bij die dollar kom je er eigenlijk een beetje uit. Daar begin je nu een beetje uit die down move te komen. Of tenminste, je was er al uit. Je begint nu een beetje die uitbraak te testen. Dus je breekt eruit en je test het. Laten we even deze dingen, of tenminste die trendlijnen, weghalen. Het is wel op zich handig om te weten waar het naartoe gaat. Maar je weet alsnog nooit, het kan zo door alles heen. Net als dat het door die VIP's heen gaat, zoals deze wick. Die gaat precies door die 0.786, maar het gaat dwars door die 0.68. Je ziet dat hij nu wel een beetje aan het rijden is op die 0.68. Je ziet dat hij dat hier ook al heeft gedaan. En ik zit helemaal verkeerd te kijken, omdat die video, vorige video ging waarschijnlijk tot met hier. Dit heeft niet echt mijn interesse gewerkt. En je bent nu eigenlijk wel weer die 0.83 doorpierst. En je hebt deze ruimte dan eronder wat je kan dalen. We gaan even in de percentage kijken. Want volgens mij was deze wel leuk qua percentages. Stel dat ik er nu interesse in heb en ik heb het super druk. En ik moet het nu meteen kopen. Wat ik echt nooit zou doen met zo'n groene candle. Dan wil ik een stop loss hieronder zetten. Onder deze wick. Onder die 0.7. Gewoon eigenlijk onder die wick. Dat is een 20%. Stel dat hij dan naar beneden gaat, heb je grote kans dat hij weer deze bodem even gaat opzoeken. En dat is een 40% naar beneden. Dat is helemaal niet leuk. Maar het liefst wacht je eigenlijk dat je hier ergens kan kopen. Dus dat hij nog een 10% ongeveer zakt. Dat je een stop loss van ongeveer 10-15% erop kan zetten. En dan kun je naar boven kijken. Tenminste, je hebt dan met je stop loss een plan voor als het fout gaat. En ik pak meteen de verkeerde. En vanuit hier zou je eerste target... Ik zit helemaal verkeerd. Ik moet naar die groene. Je eerste target is 14%. Daar doen we er niet voor. Daarvoor zeg ik wacht nog eventje. Of tenminste, ik zou eerder wachten tot ik hier een positie heb. Of het laten groeien en dan pas weer in een retrace kopen. Maar vanuit hier zou je eerste target dan 14% zijn. Die 0. Ik zit weer helemaal verkeerd. Ik moet naar die groene. Die 0.382 is een 48%. En die 0.68 hier is een 100%. En dan heb je nog een pushje winnen mocht we hoger gaan. Dat is even Reef. Je bent wel weer, je hebt geen high op dit gedeelte gemaakt. Dus ja, en je maakt een lower low op dit gedeelte. Het ziet er niet heel rooskleurig uit nog steeds. Maar dat is helemaal niet echt. En je bent nu vlakbij. En ja, de prijzen, je moet het ook wel weer zo zien. De prijs is wel nu weer naar je toe gekomen. Ik bedoel, die prijs is vanaf begin november tot en met nu wezen dalen. En het heeft waarschijnlijk wel weer het licht nodig om wat dingen goed te maken. Zoals deze wick hier bijvoorbeeld. We duiken er wel weer een keer in. Ik ben pas weer geïnteresseerd in deze als we hier uitbreken. Dus laat Reef gewoon geld zien dat we hier eruit breken en in een retest. Dan begin ik weer geïnteresseerd te worden in Reef. Voor nu laat ik Reef gewoon even gaan. Ook al moet je ook wel weer beseffen dat je bij dit gedeelte bent. Oh. Hetzelfde wat ik hier teken, kan je ook natuurlijk hier tekenen. We komen uit die down move in de retrace. Hier kun je een beslissing maken.
En hier was het volgens mij wel die 0.6 en 8. Zie je die 0.6 en 8 hier? Mooie beslissingsmoment. Nu heb je die grotere move. En je hebt weer die prijs helemaal naar je toe laten komen. Dus mocht je hier geïnteresseerd in zijn, die prijs is dus weer helemaal naar je toe gekomen. Ik hoop dat deze duidelijk is. Heb je vragen, zet het in de comments. De volgende is FED, de welbekende FED. Ik heb hem wel vaak in video's naar voren, omdat het ook vaak goed voor de viewers is, want heel veel mensen zitten blijkbaar in FED. Maar hij heeft niet echt goed gepresteerd. Als je andere coins ziet, dan hebben andere coins het beter gedaan. Als je naar de tegenover de Bitcoin gaat, zie je dat hij hier al een paar keer door die 0.68 op die grote Fibonacci-reeks is hij door die 0.68 geweest. Een paar keer eronder. En ik zit nu op Bitfinex. Deze is iets geavanceerder. Hier zag je dat ook al. Een paar keer leun je erop. Je komt eronder. Allemaal tegen. Dat bedoel ik ook. Dit zijn allemaal tekenen, omdat hij onder die witte 0.68 komt, die lijn hier. Het zijn allemaal tekenen dat we omlaag gaan, maar eerst gaan we nog even omhoog. We gaan weer even omlaag, we gaan weer even omhoog en dan pas gaan we naar beneden. Hier ook al, maar toch, het raakt nog steeds niet die 0.786. En je ziet ook dat die prijs nog steeds dalende is, tegenover de Bitcoin. Hè? En je hebt nog steeds die wick, dus ook weer hier, super mooi voorbeeld. Laten we dat even naar boven lichten. Wicks. Mensen houden mij voor. Of tenminste denken dat ik echt gek ben. Hier weer een wick. Hier gaat iedereen geloven dat we wel naar de 20 cent of de 30 cent gaan bij FED. Maar je hebt nog steeds niet die wick gevuld. En dat begin je nu te doen. Die prijs is nu helemaal hier naar beneden aan het gaan om die wick te vullen. En dan kan het altijd nog lager gaan. Laten we weer even verder gaan met waar we bezig waren. Dus dat moet toch een wijze les zijn, die wicks hier. Dus je bent hier bijna bij die 0.786. Ik heb hem vanuit hier gemeten. Misschien moet ik hem wel vanuit hier meten en ben je er al. Het ziet er nog steeds. Ik heb hem toch vanuit hier. Omdat dit de eerste keer dat je push up hebt en echt een significante higher low maakt. En daarna maak je die move. Je kan hem ook echt wel vanaf hier misschien meten. Dat is van die groene lijn ook. Je ziet ook, die werkt ook bijna prima. Je ziet hoe goed hij die vis weet te vinden. Dus het is de vraag, ik heb hem liever hier, want dan heb ik hier nog een punt en dan heb je eigenlijk dit stuk gecoverd, of die wick gecoverd met die 0.786 en die 0.83. Dat is tegenover de Bitcoin, tegenover ETH, gaan we niet kijken, tegenover de dollar is hij, dit leek een heel grote beervlek, maar dat is het dus blijkbaar ook, want we zijn er dwars doorheen gevallen. Ik ben pas weer geïnteresseerd in FED als het deze lijn doorbreekt en misschien moet ik die wit maken. Net als eigenlijk wat ik net liet zien. Ik ben pas geïnteresseerd als het hier doorheen gaat. Als het hier doorheen gaat, geld laat zien en dan weer in een retrace om structuur te maken omhoog te gaan, dan ben ik pas weer geïnteresseerd. Heb je net als ik misschien ook nog wat posities hier? En als je geen winst in deze legs en in deze leg hebt gepakt, dan doe je wel wat verkeerd. Maar heb je nog een paar vanuit hier, dan voel je dus ook hoe dichtbij je weer bent. Hoe dichtbij je weer bij die mooie plek waar je hier dus een tijdelijke bodem hebt. En je begint het nu eigenlijk terug te testen. Het zijn slechte tekenen dat we hier die lower low maken op dit gedeelte. Dat kan betekenen een lower high en dan weer een lower low. Maar hij laat heel veel stukken achter. Je ziet ook dat ik die extension tool heb gebruikt naar beneden. Kom ik tot en met een 3 cent. Je bent nu bij de 8 cent. Mensen gaan weer lachen naar me. Ik ga het zeker in de titel zetten. Vet naar de 3 cent. Hier. Op Bitfinex heb ik die. Dus dat is uit deze bear leg of deze bear candle, dat geld is dat gemeten. Naar beneden, het raakt precies deze VIP, het raakt precies deze VIP, het raakt precies deze VIP. Mij hou je niet meer voor de gek vet. Ik heb je volgens mij wel in de gaten wat je aan het doen bent. Maar wat ik al zei, een markt die gaat niet in één klap naar beneden. Het kan heus wel. Dit is ook in één klap naar beneden, maar dit is een wat grotere move naar beneden. En dat kan gewoon een tijd duren. Maar ik zie het wel gebeuren. Ook omdat je hier nog een wick hebt. En als je deze lijn doortrekt naar daar, dan zie je ook die stippenlijn precies waar we uitbreken. We breken die hieruit. We testen het. En dan we gaan vol omhoog. Dus ik denk dat ik hier wat te pakken heb. Ook omdat je die gigantisch grote beervlekken hier zit. Op de daily. Maar goed. Wij zijn er hier om te traden, want dat zeg ik, het hoeft niet in één keer naar beneden te gaan. Ik haal deze heel eventjes weg, omdat het dan iets duidelijker wordt, die witte.
Daar zijn we bij die 0.68 geweest. Nu gaan we kijken naar andere targets. Je ziet ook die groene targets. Dat is mijn plan voor naar boven. Maar dat werkt nu niet echt. Mochten we hier nu support vinden. Ik doe hem even tot met de week. Misschien dat je hem al tot met hier. Maar ik doe hem gewoon even tot met de week. Mochten we hier support vinden. Ik hoop dat het niet te veel lijntjes nu zijn. Ik haal deze. Kijk, zo. Zo wordt het duidelijker, hè? Mochten we hier support vinden, dan kunnen dit je target zijn. Je ziet ook hoe mooi die 0.83 en die 0.786 bij die tenminste die hoogste square gevallen. Ook weer die 0.68 valt weer op het gedeelte waar je hier resistance vindt, hier resistance vindt, hier resistance vindt. En als je hier eenmaal bent doorbroken, dan ga je echt naar de bodem toe. Tenminste, je zoekt weer heel erg een low op. Dus ik zou voor nu zou ik mijn targets hier naartoe hebben. Mocht ik nu blind erin springen en gewoon mij gewoon blind gaan volgen, dan is dit je risico. Want dit is geen financieel advies en het valt nog wel mee. Als ik nu, ja, dat moet ik niet zeggen. Maar het valt nog wel mee. Ik zou mijn stop-loss hieronder zetten dan. En je risico zit hier. Even deze bodem testen. En wat ik dus net liet zien, die 3 cent zit op een 60% nog naar beneden. Maar goed, waar je nu naartoe wil gaan is dat je deze targets. En let op deze trendlijn, want het kan ook gewoon hier naar boven groeien. Om deze trendlijn te testen, deze uitbraak te testen en weer een lower low gaan maken. Maar goed, je hebt hier dus wel een paar mooie punten en een mooie risk-reward plek. Waar de meeste coins nu ook wel een beetje staan. Ik hoop dat deze wel duidelijk is. Laten we naar de laatste gaan. De laatste is van Bob. Met Silica. Silica begin ik heel snel weer bij Bitcoin. Bij Bitcoin ben je bij die 0.83. Dus een mooie risk-reward plek tegenover je Bitcoin. Je ziet ook, dit is je risico. Snel even ons risico bekijken. Risico is deze lijn. Je ziet ook waar het op valt. Dus 30% vind je geld niet leuk. Of vind je lange termijn Bitcoin niet leuk. En vallen we daardoor heen, dan is het volgende punt is van 55%. Dus dat is allemaal als je niet weet hoe je met de stoploss moet werken. Of als je geen plan hebt voor als het verkeerd gaat. Dus voor je lange termijn Bitcoin tegenover de ad blijft die maar dalen. Dus hij blijft maar zwakker tegenover de ad. Omdat ad gewoon veel minder sterk daalt dan de meeste. Dus dat is wel iets om op te letten. Ook hier laten nog wel grote curves achter. En gekke wik hier zo. Dus ik verwacht dat deze nog wel wat potentie heeft om te groeien. Maar je moet wel beseffen, het is fout dat je hier door een bodem heen meegezakt. Je bent hier door deze bodem gezakt. Dat is vaak een fout teken. Tegenover de dollar, dat is wat iedereen kent en wat ook gewoon het makkelijkste te begrijpen is. Maar ook, even kijken. Je bent hier dus weer bij een mooie risk-reward plek. Je bent bij die 0.786 op het grote plaatje. Op het hele grote plaatje. Je ziet ook, je pierst het wel een paar keer. Dus dit is je risico. En mocht het daarna naar beneden vallen, dan heb je, wat ik net eigenlijk ook had tegenover de Bitcoin, kun je ook wel hier. Dan wordt dit weer je volgende level. Tenminste, dit is het risico wat erin zit. Maar je ziet ook die gele vips. Die gele vips zijn je targets voor als het hier support vindt. Je ziet ook wel dat het één keer heb gewerkt. Eigenlijk één keer hier voornamelijk. En nog wel een keer hier. Hier heb ik ook nog wel wat winst gepakt. Maar mocht je hier support vinden. Of geen support vinden. Dan is je risico hier. Dus stel ik zou er nu blind in gaan. Wil ik onder die 0.83 eigenlijk. En ook onder deze wick. Dus dat is een 15-20%. Je andere risico is als je geen stop loss zet. Dat je hier naartoe valt. Dat is een 60%. Weer vergelijkbaar met wat we net zagen. Mochten we hier support gaan vinden. Heb je een eerste target die 0.236 hier. Die gele. Dat is een 70%. En dat is mooi als het zo ver naar je toe komt. Tweede target is een 120%. Derde target een 0.68. En heel belangrijk is een 203%. Dan heb je nog een pushje winnen en een ruimte van 320%. En mochten we echt verder gaan groeien, dan gaan we wel verder kijken. Maar je bent hier allemaal tekenen dat we lager kunnen gaan. Dus ik zie de dingen eerder naar beneden gaan dan dat we nog veel hoger kunnen gaan. En dat bedoel ik niet dat we nu meteen naar beneden gaan. Je hebt nog steeds targets die je kan pakken. En je kan al die targets kun je ook wat kleiner pakken. Als je ook. Met sommige coins ben ik iets onzekerder dan de andere. Als ik gewoon wat onzekerder ben dan bij de andere, dan ga ik gewoon zoeken. Dus hier gaan we eigenlijk naar beneden.
dan worden dit al mijn eerste targets. Want je weet dat deze ruimte een 70% is. Nu zou ik niet zozeer om die eerste targets. Want ik wil eerst gewoon zien of het wel hierop reageert. Op die 0,2 decent. Maar niet zozeer op die eerste target. En waar is mijn percentage of mijn meetlatje? Waarom doet hij dat niet? 15%, daar doe ik het niet echt voor. Dit is meer om te testen of deze wel werkt. Reageert hierop. Dan weet ik dat ik bij mijn tweede target wat winst ga pakken. Bij een 34%. En dat is bij die 0,382. En dan weet ik ook weer bij deze 0,68 en bij deze 0,833. Daar maak ik wat belangrijke beslissingen. Dus dat is even afwijkend van die gele targets. Dat is gewoon iets dieper erop ingaan en iets geavanceerder. En was ook iets kortere termijn. Dus ik hoop dat jullie hier allemaal wat aan hebben gehad. Mocht je nog vragen hebben, zet het in de comments. En ik zie jullie gewoon weer de volgende keer. Vergeet ook niet te abonneren en ook niet te liken, want dat helpt mij enorm. En ik wil nogmaals jullie allemaal bedanken. Adios!